Goedemorgen jongens, het is weer vrijdag en ik sta op het punt om te gaan sporten. Ik werd vanmorgen wakker om 10:30 om een paar dingen voor school af te maken. Ik had namelijk een deadline om 12:00 en ik heb om 11:40 mijn verslag ingeleverd. Dus ik ben zo blij dat ik dat heb gedaan. Ik ben daarna weer even gaan slapen, want ik heb gewoon heel de nacht doorgewerkt. En waar ik in ieder geval vanmorgen ook mee begon is het maken van wat afspraken. Ik heb eindelijk de tandarts gebeld voor mijn kies, want mijn verstandskies komt door en die doet onwijs veel pijn. We hebben het in de vorige video heel erg gehad over huiduitval en waardoor dat zou komen. En ik heb de dokter gebeld om even langs te komen voor een check-up, welke vitamines ik mis en zo. Ik heb alles geregeld naar mijn idee en ik ga het er nu allemaal even uitsporten. Beetje jammer dat het niet regent, anders zou ik echt super matchy zijn. Ik ga voordat ik naar de sportschool ga nog even wat spulletjes ophalen in de stad. Vee en ik willen namelijk onze standjes gewoon lekker bleken at home. Dus ik ga even wat baking soda halen en ik moet even een huidscrubje halen en even mijn nieuwe shampoo conditioner, die zijn op. Ik ben dus net terug van de tuin en jongens, kijk nou. Clumsy, clumsy, clumsy. Maar goed, ja, een pot kokosolie, want kokosolie is altijd top. Haar, huid, tanden bleken, noem maar op. Dan heb ik van Knijp een Sugar and Oil Body Scrub gekocht. Ik wilde eigenlijk die van Calistar. Calistar? Calistar. Ja, maar ja, ik vind €35 voor een body scrub toch net iets te veel. Sowieso heb ik niet heel veel budget nu, maar gotta take care of my skin. Plus veel producten zijn bij de tuinen altijd in de aanbieding. Net zoals dat bij Dr. Organic eigenlijk altijd het tweede product €1 is. Ik kies altijd voor een ander geurtje en ik heb dit keer gekozen voor lavendel. Vooral omdat op de verpakking stond strengthening, restoring and controlling. Dus ik dacht, nou, hè? Let's strengthen the hair, people. Let's strengthen the hair. Ik ben dus net thuis van sporten en van boodschapjes doen en ik ga nu eventjes eten koken. Trouwens, look at this. Look. Dus die kapotte pot had ik voor 30 seconden in de magnetron gedaan. Toen werd de kokosolie lekker zacht. En ik had nog een potje staan die bijna op was, dus die heb ik lekker gevuld. En ja, I did make sure all the glass is out. Ik ga mezelf niet pijn doen met glas, beloofd. We gaan dus onze tanden proberen witter te krijgen met dit pastatje. Zit kokosolie in, kurkuma en baking soda. Matcht wel met je bling bling. Ah, deze shit. Je moet hierna trouwens je mond spoelen met kokosolie, dus helemaal... Wat? Ja, en dan tanden poetsen met normale. Jezus. Dan, één keer per week. Nou jongens, we gaan dit bijhouden. Over 8 weken hebben we mooie witte tanden. Shit, oh 8 weken. Dus hoe onze tanden er nu uitzien. Binnenkort zijn ze nog witter. Dan zijn ze net zo wit als dit. We hebben wel echt meer lampen nodig, Veetje. Opdabbende pop. Ja man, 2017. Het is vandaag zaterdag en we zitten niet in onze eigen woonkamer, want we zitten in de IKEA. We zijn even op zoek naar wat dozen waar we de plaat in kunnen doen die we in de kast hebben staan. Want we gaan de kast verhuizen. En daar zijn we vanmiddag al druk mee bezig geweest. Vee heeft lekker toen al het zware werk gedaan en ik heb lekker schoongemaakt. Maar Vee wil super snel door de IKEA en ik wil hier eigenlijk... Moet dit nou? Hou eens op! Hou eens op! En ik had vandaag geen zin om een broek aan te doen, dus ik heb gewoon lekker mijn truitje aan mijn laarzen. Ah, nou, dit is de doos. Die gaan we even halen, keer 15. Ja, het is toch een stukje zwaarder dan je dacht, hè? 15 drona's. Drona. Dreuna. Is het niet dreuna met die puntjes? Dreuna. Ik geef jou een dreuna. Sorry. Het was te zwaar voor meneer. Jawel, nou niet liegen. Je was wel een beetje aan het struggelen. Heerlijke eten hebben we hier. We gaan even eten. Nou ja, hij gaat even eten. Ik heb thuis gewoon eten. Hij heeft gekozen voor... Je moet dit echt proeven. Er zit echt gewoon geen smaak aan. Maar goed, eet smakelijk, schatje. Nou, we zijn weer lekker thuis. En ik ga nu alle dreunen uitpakken. En dus alle platen één voor één schoonmaken. En die erin doen. Dus dat duurt nog wel even. Jezus jongens, ik denk dat ik nu pas goed besef waar ik aan begin. Het zijn echt heel veel platen. Al die dozen zitten ook helemaal vol nog. Oh mijn god. Nou, ik heb er 3 gedaan. 1000 more to go. Alle platen zitten in de dozen. En ik heb ze trouwens niet 1 voor 1 afgestoft, want dat was gewoon too much. Veel te veel werk. Vee heeft dit zelf in elkaar geknutseld. Omdat ik de wasbak per se in de kast wilde.
Snap je? Real man. Real man. Oké, ja. Real man. Ja. In ieder geval, dit is de kast. Hij is echt huge. De kast staat en I couldn't be more happy. We waren het net dus niet eens over een prullenbak, dus we hebben nog steeds de oude. Maar hier komt een nieuwe. Goedemorgen jongens, ik zit weer in de auto. Ik ben onderweg naar Nicky, die woont in Zaandam. Het is al vet lang geleden dat ik bij Nick thuis ben geweest, dus ik ga daar lekker... Oh, nee, nee, fuck, shit. Ja, ja. Ik ben nu een afslag aan het nemen die ik niet had moeten nemen. Don't film and drive, people. Do not film and drive. Want ja, je gaat op een andere bestemming komen dan dat je wilt. In ieder geval, ik ben over 10 minuutjes in Zaandam. En daarna gaan we naar Amsterdam, want we gaan naar de tattoo shop. Ga lekker naar Dan the Man. He's gonna give me a new tattoo. I'm so excited. Ik ben echt... Je hoort het. Ik ben echt super excited. Maar goed, we gaan nu even opletten, want ik wil niet nog een afslag missen. Ha! Oh, dit, okay. Dit is zeg maar een weg waar twee auto's moeten. Okay, ik moet wel iets meer naar rechts. Godsamme, hé. Sorry, Nikki, als je dit ziet. I was not lying. Yeah, I really missed de afslag. Nou, ik vind Zaandam nu al zwaar kut. Oh, en dat doet me echt denken aan Rotterdam. Niet zeg maar met hoe het eruit ziet, maar gewoon oude straatjes en zo. Veel zijstraatjes, smalle wegen. I don't like it. Nikki, ik denk dat je vaker naar mij moet komen dan dat ik naar jou kom. Because I don't like Zaandam. Ik ben aan het zoeken naar nummer 11. Want ik ben er bijna. Super excited. Ik hoop niet dat het lijkt alsof ik gekke mood swings heb. Fuck. Ga lekker naar Dan the Man. Shit. He's gonna give me a new tattoo. Godsamme. So excited. We zijn dan nu al zwaar kut. Super excited. I don't like it. Oh my god, is het hier? Ze is wel super boos omdat ik veel te laat ben. Hey schatje. Oh... I miss having a dog. Nou, zoals Vee altijd zegt, het masker zit er weer op. Oh, zo, mijn lens is vies. Doen we het gewoon nog een keer. Zoals Vee altijd zegt, het masker zit er weer op. Nick gaat nu even koken en dan gaan we Amsterdam in. Can't believe I'm getting a new tattoo. So excited. So excited. Oh, championnetje. Huisvrouwtje zo hoor. Er wordt hier zo goed voor me gezorgd. Ze hebben gewoon marsepein. They got me pineapple juice. Sinaasappelsap? Shit, wat is het? Orange juice. En de lieve mama van Nicky heeft dat voor me gehaald. Lekker. Speciaal voor mij. De hele tijd aan het snoepen van een pasta, hè? Die is zoet. Het is heel zoet, maar ik zei al, als we gewoon wat meer paprika poeder erin gooien, dan komt het wel goed. We gebruiken vandaag yoghurt als room voor in de pasta. Let's see how that will turn out. Dit is Nicky, haar broertje. Oh, ik heb hem niet geprobeerd. Hi. Altijd Vee. Vee is altijd een beetje bij me, wherever I am. Lekker schatje. Ga even hem opscheppen, want ik ben bang dat het misgaat als ik. Lekker. En dit is ook goed, want er zit ook sojayoghurt in. Dus dat is extra protein voor me. Let's see if it's good. It's really good. Shout out naar jou. Gekke chef. Gekke chef. We zijn aangekomen in Amsterdam en nu lekker onderweg naar een Starbucks. Want Nick wil natuurlijk de lekkere pumpkin spice latte. Het is echt kut weer. En ik haat met z'n tweeën onder een paraplu, dus ik word wel gewoon lekker nat. Thanks. Zo, maar wat is dit voor formaat dan? Dan ben je gelijk 5 dagen wakker. Hey Dan! How are you doing? Ready? I'm ready, I'm so excited. Sanas is gewoon hier. Sanas, wat de hel? Hoe dan? Hoe ben jij hier, G? Je hebt ook een beetje Busy meegenomen, zie ik. Altijd even. Veel te veel promotie voor Busy, man. Nee, ik ga je niet meer filmen. Nee, mag niet.
lekker wijntje voordat we naar huis gaan. Proost, schatje. Thank you for coming with me. Ah, het deed geen pijn. Nou ja, een beetje op het eind. Maar het was echt super snel. Hij was echt heel snel. Hij was heel subtiel en heel rustig. Dan is echt de man. Als het gaat om tattoo, he's my artist man for life. Nou jongens, we zijn in de reguliers dwarsstraat. We zijn dicht bij de Nix en de Bitterzoet. We lopen nu in de reguliers dwarsstraat. One of my favorite streets, want Bitterzoet is hier en Nix is hier. I'm such an idiot. Forgive me for that mistake in my first vlog. Dit is de exit. Hier heb ik vorig jaar aan een paal gehangen tijdens mijn verjaardag. En over een week... Nick, besef je dat het over een week is? Het is dinsdag, dus over een week ga ik hier mijn verjaardag weer vieren. Althans niet hier, maar wel weer in Amsterdam. Ik heb net lekker mijn make-up eraf gehaald. En omdat ik vandaag een knotje in had, dacht ik, ga vandaag mijn haar goed inmasseren met kokosolie en castor oil, zoals de tips zeiden. Vandaag een woensdag. Ik heb net lekker gedoucht en de castor oil uit mijn haar gewassen. Jongens, het spul is zo dik. Ik heb 2 keer mijn haar gewassen met shampoo. Maar ik hoop echt oprecht dat het eruit is. Vee heeft hier zo een studio sessie, dus ik ga boven lekker aan mijn verslagen werken. Ik heb weer 2 pakketjes binnengekregen die ik al verwachtte. Dus die ga ik even laten zien. Het eerste pakketje is van LA Sisters. And I'm gonna tease you guys again. Ik ga deze weer niet laten zien. Ik ga hem volgende keer laten zien in de volgende video. Want dit is dus een broek die ik waarschijnlijk aan wil naar het etentje voor mijn verjaardag. En dan heb ik een hele grote. Maar hij is heel licht. Ik heb namelijk 2 keer mijn ringlicht laten vallen. Dus wat hou je dan over? Gewoon je ringlicht. Maar zonder ringlicht erin. Dus ik had even op die site gekeken waar ik hem had besteld. En ik had nog garantie. Het scheelt me toch weer even wat geld, hè? Dus ik ga dit even uitpakken. Knopje drukken en als je het niet doet, ga ik echt huilen. Maar hij doet het. Oh, ik ben zo blij. Zo, ik denk zo fel. Kan ik weer mooie foto's maken en weer lekker filmen zoals ik gewend ben. En oh mijn god, hoe keek ik hier vroeger altijd in? Heftig. Trouwens, als jullie zien, luister ik wel naar jullie hoor. Want dit is een t-shirt. Omdat mensen reageerden dat een handdoek ook te stroef zou zijn. So here I am, with a t-shirt on my head. Nou, ik ga even die zooi achter mij opruimen. En dan ga ik beginnen aan mijn verslagen. Oh, ik moet trouwens vanmiddag naar Nikkie toe. Ik moet weer naar Zaandam rijden. Want ik ben mijn tas daar vergeten. Ik ben weer onderweg. Lekker naar Nikkie toe. 2 uur van mijn tijd neemt het in beslag. Heen en weer. Lekker video. Ik ben trouwens niet heel tevreden over de lavendel shampoo. Want hij maakt mijn haar een beetje stug. En ik heb normaal niet van arganolie of olijf of kokos. En die is veel fijner, veel zachter. Dat klinkt ook allemaal veel zachter. Dus ik weet niet wat ik dacht toen ik lavendel kocht. Echt. Hey. Hey schatje. Ik dacht ik kom mijn tas halen. Ik ga meteen weer door. Maar Nikki dwingt me te eten. Dus ik krijg nu een lekker soepje. Wat wel heel lekker is. Zo. I'm not even mad. Eerste glas van de dag. Ik heb hem weer op mijn kop gekregen. I'm so Nikki. Mad at you. Yeah, I'm sorry. Nou, even lekker eten. Drinken. Don't be mad. Dus ik heb mijn tas. We hebben mijn make-up. En de pasta die Nikki voor me heeft gemaakt. Dan gaan we nu weer lekker een uurtje naar huis rijden. En toen zag ik ineens een MacBook Pro. November is 2. Hele feestelijke broek aan van... Ik word helemaal emotioneel. Ik ben met janken.